Sport 071 Workout. Mijn naam is Livian en ik geef jaren les bij Vrouwfit. Voor jullie geef ik vandaag 20 minuutjes yoga les. Dus als je ruimte hebt thuis, leg een matje voor je neer. Het is het enige wat je nodig hebt. En dan gaan we lekker beginnen. Dus kom lekker zitten in de kleermakerszit. Kleermakerszit of de half lotus zoals ik. Je benen gespreid, maak het comfortabel. Leg je handen neer op je knieën. Lekker je schouders ontspannen. Sluit even je ogen. Adem rustig in door je neus. En adem uit. Laat even alles los. Alles wat je bezighoudt. Je matje afglijden, herhaal. Adem rustig in. En adem uit. Herhaal. En op je volgende uitademing breng je kin naar je borst. Laat je hoofd even hangen. Aan je nek, schouders ontspannen. En op je volgende inademing breng je rechteroor naar je rechterschouder. Geef je hoofd iets omhoog. Adem uit, laat los. Adem in, breng je linkeroor naar je linkerschouder. Adem uit en laat los. Herhaal naar rechts. Adem uit, laat los. Adem in naar links. Ook dit herhaal je voor jezelf, rustig tempo. De volgende eindig je in het midden. Je hebt lengte in je wervelkolom, schouders zijn ontspannen. En je plaatst je handen op je hoofd. Je laat je handen rusten op je hoofd, energie naar je ellebogen. Lekkere stretch voor je schouders, voor je nek. Maak je schouders maar zwaar, je navel is licht in naar binnen. Adem rustig door. Naar je volgende uitademing. Laat je los. Rustig aan vandaag. Naar hoog adem je in. Lift je hoofd omhoog. Adem in, lift je armen mee omhoog. En pak je rechterpols vast. Je lift hem op en je ademt uit. Rustig door naar links. Probeer nu je rechter zitbordje te laten aarden alsof er een penwortel de aarde ingooit, je kijkt onder je oksel door, maak je armen lang, vanuit je heup, flank, lang. Probeer je ademhaling te richten naar de onderkant van je flank. Eén ademhaling te gaan. Je ademt in. Klein stukje omhoog, je ademt uit, je twist hem in. Je brengt je navel naar je dij, schouders ontspannen. Schuif de rug van je hand door naar voren. Ook hier schouders weer lekker zwaar. Beide zitbordjes op de mat. Laat je hoofd hangen. Ademhaling zacht in en uit. Ontspanning je dij. Als het lukt, adem je uit nog een klein stukje door naar voren. Eén ademhaling te gaan. Je volgende inademing plaats je handen onder je schouders. Navel in naar je wervelkolom. Rustig aan omhoog. Terug in het midden. En ervaar nu even het verschil tussen je rechterflank en je linkerflank. Adem rustig in, armen mee omhoog. Pak je linkerpols vast. Adem uit, door en stretch. Lang vanuit je heup, door je flank. Je kin is licht in. En adem door, ook hier weer je ademhaling
richting de onderkant van je vlak. Ja. Verleng bij iedere uitademing, zoek de ruimte op die er ontstaat. Na je volgende uitademing, adem in, licht omhoog, roteer navel naar je dij. En op een uitademing schuif je de ruggen van je handen door naar voren. Ook hier weer je linker zitbordje goed geaard, schouders ontspannen. Buik lekker los, maak maar ruimte tussen de schouderbladen. Hoofd los. Ervaar de ruimte die ontstaat. Kom een klein stukje verder door naar voren. Nog één ademhaling te gaan. Op je volgende inademing plaats je handen onder je schouders. Navel in naar je wervelkolom. Rustig omhoog. Hoofd als laat. In het midden ervaar het verschil tussen rechts en links. Open je ogen. Als je voor op je matje zit, ga je een kwartslag in. In het midden. Je plaatst je voeten voor je zitbordje. Je pakt je dijen vast. Trek ze iets naar je toe. Breng je navel door naar voren. Omarm. Buitenlangs, je kin gaat naar je borst, schouders laat je landen in je rug en ook hier weer laat je hoofd rusten. Dat ontspant in je schouders, het geeft lengte in je wervelkolom, ruimte in je onderrug, je buik is ontspannen, adem door. Wanneer je ruimte ervaart, zoek die ruimte op. Je volgende uitademing, maak je rug om. Kom je omhoog, lift omhoog. Open je hart. Ik zeg altijd glimlach van schouder tot schouder. Laat je knieën door naar buiten vallen. Laat je voeten tegen elkaar. Heb je last van je heupen, spanning in de knieën? Leg een handdoek onder je dij ter ondersteuning. Of schuif je voeten iets naar voren. Maak het jezelf comfortabel. De enkels heb je vast. Prik de navel naar voren. En op een inademing lift je knieën omhoog. En omlaag adem uit. Adem in omhoog. Heel goed. En adem uit. Veel spanning verzamelt zich in je bekken. Dit is een mooie oefening voor je bekkenbodem, spieren, voor je heupen, heupenopener. Misschien ervaar je straks het resultaat. Ik hoop het. Het is de bedoeling. En op de volgende inademing lift je hem omhoog. Adem uit, laat los en dan zet je je benen vast. Prik je navel door naar voren. Denk aan je glimlach. Adem door. Laatste gaan we korte stukjes veren. Korte stukjes en denk aan de lengte van laag naar hoog. Korte stukjes, hou nog even vol. En ontspan, laat rustig los. Oké, adem in, knieën omhoog. We komen een klein stukje door naar voren. Op je matje. Dan plaats je je knieën zo wijd als je matje. Navel is in, schuif je handen iets naar voren, billen door naar achteren. Schouders ontspannen. Leg je voorhoofd maar neer op de mat. Dan kom je op een inademing omhoog. Op een uitademing draai je je elleboog iets naar binnen en breng je voorhoofd naar de mat. Je knijpt je ellebogen naar binnen, goed voor je triceps, achterkant van je bovenarmen. En je ademt uit, door naar achteren. Het kan zijn dat dit misschien te zwaar is. Ellebogen naar binnen. Breng je ellebogen door naar achteren. Adem in. Zoek je optie.
Adem uit, door naar achteren. Adem in, lift op. Adem uit, naar voren. Adem in, herhaal, door naar achteren. Adem in naar voren. Ellebogen naar binnen. En duw de aarde van je af. Kunnen we er nog eentje doen? Here we go. Adem in. Adem uit. Kom omhoog. Ellebogen smal. Heel goed. En de laatste. Met je hand poos. Adem door. Schouders ontspannen. Ellebogen leg je neer op de mat. Billen mogen zo ver mogelijk door naar achteren. Even los. Op je volgende inademing lift je arm zo dicht mogelijk bij de tv of je iPad of iets. Kijk je richting mij en schuif je arm door naar voren. Schouders ontspannen, een lekkere twist voor je schouder, wervelkolom. Schouder raakt de aarde aan. Laat los in je uitademing. Na je volgende uitademing lift jezelf omhoog. En ook de andere kant. Schuif je arm door onder je oksel. Net zo ver door totdat je schouder contact maakt met de aarde. En adem door. Laat even los in die uitademing. Laat je schouder maar landen in de aarde. Zoek de ruimte op die ontstaat. Naar de volgende. Adem je rustig in. Kom je terug naar het midden. Plaats je handen onder je schouders, knieën bij elkaar. Krul je tenen in je matje. Plaats je voeten onder je zitbordjes. En nu laat je je hoofd hangen. Je schouders laat je hangen. En als het lukt, leg je de ruggen van je handen op de mat. Je navel is naar je dij. Of zijn naar je dijen toe. Schouders lekker los. Even los. Even hangen aan die rug. Die schouders, je mag even wiebelen. Je staat op heel je voet, voor, flank, bal en je tenen. Spreid je tenen maar iets uit elkaar. En dan wieg je jezelf van rechts naar links. Je mag je benen nog iets meer opstrekken. Schouders laat je volledig los. Of je staartbeentje iets omhoog. Kom terug in het midden. Je buigt je beide knieën. Dieper en dieper. Duw de aarde van je af. En op en inademing. Krul je omhoog. Goed je navel verbonden met je wervelkolom. Schouders er bovenop. Blijf kijken naar je matje. Dat je voelt dat alles weer goed gaat. Hoofd erboven. Draai een kwartslag in. De voeten staan onder de zitbordjes. Ook hier weer je tenen gespreid. Laat je handen voor je hart. En wieg jezelf van rechts naar links. Zijn je schouders ontspannen? Voel je voeten landen in de aarde. En zo breng je je gewicht naar je rechtervoet. En door met de tree pose, je plaatst je hak tegen de enkel. Als het goed voelt, kom je een klein stukje hoger. Plaats je voet op je kuit. En op een uitademing je knie door naar achteren. Wil je nog een stukje verder? Pak je voet op en plaats hem in de lies. Die doe ik niet. Adem rustig door. Adem in. Armen gaan mee omhoog. Maak je armen zo lang mogelijk. Je schouders laat je landen in je rug. En als je nog een stukje verder wil,
Adem je rustig uit. Breng je armen, je takken in de wind. Breng je richting je knie. Adem door. Voel die lengte. Het lekker losgemaakt net. Lekker die stretch op je flank, je rug. Adem in, lift omhoog. En adem uit. Plaats je voet weer terug onder je zitbordje. Sluit je ogen. En wieg even rustig heen en weer. Kom terug naar het midden. En plaats je gewicht aan je linkervoet. Ook hier heb je de keuze. De voet tenen aan de mat. Enkel voet tegen de kuit. Of zelfs nog een stukje hoger. Je voet in de lies. Laat je handen voor je hart. En focus. Schouders zacht. Ademhaling in door de neus. En als je wil, armen richting de hemel. Armen lekker lang. Laat je schouders landen in je rug. Adem door, nog een stukje langer. Heel goed. Adem rustig in als je wil. Adem je uit, handen richting de knie. Adem door. Adem in, lift je armen mee omhoog. Voet terug op de mat. Plaats je voeten weer terug onder je heupen. Voel even na, sluit je ogen. Rustig in en uit. Draai weer een kwartslag in. Kom aan het einde van een matje staan. Adem in, armen mee omhoog. Schouders ontspannen, adem uit. Buig je knieën, plaats je buik op je dijen. Handen op de mat. En lief op je rug. Je kin gaat in naar je borst. Je rolt wervel voor wervel. Rol je af. Schouders ontspannen. En plaats je armen in het verlengde van je schouders. Lift je voeten omhoog. En breng de knieën van mij af. Rustig richting de aarde. Draai je neus de andere kant op. Sluit even je ogen. Ook weer een lekkere twist. Je wervelkolom, de energie te laten stromen van laag naar hoog. Op je volgende inademing lift je omhoog. Laat goed je heupen aarden, de mat, schouders ontspannen. En op je uitademing knieën naar de andere kant toe. Draai je neus weg van je knieën. Je armen het verlengen van je schouders. Adem door en laat los. De volgende inademing. Lift je knieën omhoog. Laat je voeten heupbreedte. Laat je knieën tegen elkaar aan rusten. Armen langs je lichaam. Schouders ontspannen. Deze stand van de knieën ontspant de onderrug. Heb je daar wat spanning, doe misschien veel thuiswerken. Kom dan even liggen op je matje. Leg jezelf zo even neer. Ontspant de rug van laag naar hoog. Wanneer dit goed voelt, op je volgende uitademing. Savasana. Benen lang. Alles lang. Open houding, schouders ontspannen. Adem even diep in door je neus. Adem volledig uit. Ja. Herhaal dit nog twee keer. Vast in de knieholtes. Je kind komt naar je borst.
Op een uitademing rol je jezelf op tot zit. Dan dank ik jullie voor je aandacht. Ik wens jullie het allerbeste toe. Namaste.